Om de overlast van de boerenprotesten wat te verzachten, organiseerde Farmers Defence Force een ontbijt voor de inwoners van Den Haag. Bij de Hofvijver konden de mensen genieten van allerlei boerenproducten, waaronder zelfs shawarma. Ja meneer, het is goed te zien. U staat vaker in de keuken, of niet? Bijna. Of staat u er nooit? Nee, eigenlijk nooit, nee. Hoe bevalt dit dan? Op zich wel goed. Het is een simpel dingetje of een simpel gebaar wat ik kan doen hier. En dat vind ik wel mooi. Demonstreren, dat levert sowieso wat overlast op voor de mensen die in Den Haag wonen. Ook wel op de weg natuurlijk, maar ook in Den Haag. Op een gegeven moment reden bepaalde trams ook niet meer. En we hadden zoiets van, om als een soort van goedmakertje, kan iedereen bij ons komen ontbijten. En daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de inwoners van Den Haag. Fantastisch, echt waar. En dat ze hier met z'n allen staan, vind ik echt heel erg mooi. Om ook de stedelingen van Den Haag te bedanken. Dat is toch helemaal super? Ja. Meneer, hoeveel eieren heeft u al gebakken vandaag? Ik heb ze niet geteld, maar we zijn begonnen met die plaat. En ja, de mensen komen hier zo massaal op af, want ze vinden al die producten van de boeren zo heerlijk. Die willen ze graag nuttigen. En je ziet, we zijn opgeschaald naar nog een paar pannen erbij en wij moeten gewoon door. Ik ben het helemaal met de boeren eens. Ik vind het geweldig dat ze deze aandacht hebben, op deze manier hebben gegenereerd. En ik denk dat heel Nederland zich moet realiseren dat we afhankelijk zijn van de boeren. Wij proeven gewoon die peiling die gedaan is, dat 95% van de mensen het ondersteunt, dat dat ook echt waar is. En kijk ook maar wat er nou op afkomt hier. Het is gewoon, is geweldig dit. Het is jammer dat ze sowieso moeten inzetten, maar ik zie gewoon dat er veel steun is en dat is wel belangrijk. Ja.